Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls en welkom bij alweer een nieuwe taste test. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag heb ik voor jullie, ik ga nog waarschijnlijk nog naar de winkel gaan, maar als eerste heb ik voor jullie de Yakisoba. Dat is iets Aziatisch, denk ik. Yakisoba zou. Zo ziet het er dus uit. Wacht, hè. Ik heb het net klaargemaakt. Ja, we gaan eens proeven. Van de Yakisoba van de Aiki. En een goede vork van nemen. Dat zijn dus Yakisoba noedels. Smaak is wel, zit wel goed. Smaak zit lekker voor de yakisoba noedels. Ik geef ze sowieso een dikke 7,5. Ik heb al beter noedels gegeten. En deze is echt een heel bereidingsproces. Je moet dat water op doen, 3 minuten wachten, water afgieten. Saus erop doen, mengen. En dat is het aki noedels. En ja. Ik vind het best wel lekker voor te proeven. Dat staat bij zo'n box van de lijst dat je kreeg. Bij zoveel bolletjes. En ja, dat is wel. Deze is wel iets lekker. Lekkere noedels. Niemand deed dat hier, dus ik wel. Dat is wel iets lekker. Dus op naar het volgende product. Ik weet niet wat het volgende product gaat zijn, dus ik ga wel iets verzinnen. En nu is dit dus deel 2 van de taste test. En ik heb hier een pastaatje voor mij. Maar ik moet er nog klaar gaan maken beneden. Dat is Italian Recipe Pesto. Dat is zo'n cup pasta. Heb ik dus van Action gekocht. En let's go. Ik ga dat beneden warm maken. Ik ga dat beneden opwarmen, klaarmaken. En ik kom naar boven met het resultaat. Let's go. Ik ben nu terug en ik heb het opgewarmd. Ik weet niet of jullie de stoom kunnen zien. Het is net opgewarmd. Dan moet je dus 3 minuten op hoeveel wat is het? 750. 700. Maar ik moet dan wel 2 minuten en half op 750 doen. Dus. Bon appétit. Ik heb er griek voor. Mist zout. Het mist zout. Ook al valt het veel zout waarschijnlijk. Nee, dan valt er bijna geen zout. Het mist zout. Het is pasta pesto en het mist zout, echt waar. Maar het is wel lekker. Ik moest daarna, nadat het opgewarmd was, een minuut roeren. Zodat het indikte. Ik vind het niet zo heel erg lekker. Maar ik zal het wel eten, omdat ik het nu klaargemaakt heb. En naarmate ik het meer begin te eten, begint het ook wel lekkerder te worden. Dus dit was product 2 van de video. Op naar product 3. Ik weet niet welke dat product 3 gaat zijn. Let's go! En nu komen we aan het derde en tevens ook het laatste product. Dat is Orangina. Ik heb het zelfs nog nooit gedronken. Dat is schudden. Want het erbij is shake the pulp. Het is Orangina. Het is precies iets Pools. Slovenië. Sloveense dingen. Sloveense Orangina. Trikt oranjaat. Oranjaat, ja. Wat vind ik ervan? Daar zit de pulp in. Die pulp daarin is niet zo echt heel lekker. Heel erg lekker, maar ik zal het wel drinken. Ik heb hem nu gekocht en ik zal het drinken. Maar het is niet echt mijn ding. Waarom is het niet mijn ding? Omdat ik echt zo zeg van... Ja, het is niet echt mijn ding om dingen met pulp te drinken. Dus ja, ik drink normaal gezien gewoon... drinken en niet met pulp. Dus waarom zou je dan met pulp gaan drinken als ik
Ja, toch niet met pulp zou drinken, dus ja, ik drink niet graag dingen met pulp en ja, dat is nu ook wel opgevallen dat ik niet graag dingen met pulp drink en ja, ik heb mijn microfoon een beetje harder weggezet omdat ik dan zo wel mijn geluid nog kan opnemen, maar ook zo mijn microfoon kan wegwerken van mijn gezicht, dus jij zet daar een microfoon, ik ben hier. Dus ja, ik zal jullie sowieso laten de video. Ja, ik heb dat gedaan met de video. Ja, ik denk dat deze video na de vlog online komt. Dus ja, dan is het al. Het is al bekend augustus. Dus voor deze video is het bekend augustus. Dus ja, dat is joh. Het is nu 5 juli. En ik maak deze video voor eind deze maand. En ja. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Ronald Dylan en dan zie ik jullie in de volgende video. Maar zeg ik bye bye!